Welkom terug allemaal op het Keizerkaarop College. We hopen dat jullie een goede zomervakantie hebben gehad. En in de zomervakantie is er ontzettend veel gebeurd aan ons nieuwe gebouw. We hebben een aantal regels in dat nieuwe gebouw en in dit filmpje wil ik jullie daarin meenemen. We beginnen bij een van de belangrijkste dingen van je dag, namelijk het fietsenrek. Als je aankomt fietsen, zet je hier je fiets neer. Morgen Karel. Morgen Dick. Als je een scooter hebt, dan zet je die hier neer. We staan hier bij de ingang en we staan hier bij Esther, een van de belangrijkste vrouwen van de school. En voor al je moeilijke vragen kun je bij Esther terecht. Vroeger haalde je hier een te laat briefje als je te laat was. Dat doen we nu iets anders. Je wordt te laat gemeld bij de docent van wie je les hebt. Morgen, Karel. Hoi. Net iets te laat, hè? Helaas. Ja. Geen briefje. Je docent meldt je te laat. Oké. Okay. Fijne dag. In het nieuwe gebouw hebben we overal kluisjes, zowel boven als beneden. Karel, wacht even. We hebben daar tegenwoordig een app voor. Op je telefoon kun jij je kluisje openen en dicht doen. In het nieuwe gebouw willen we de rust een beetje bewaren. Daarom gaan we pas om 9:50 naar boven toe. Morgen Karel. Hoi. Nog even wachten, hè? Het is 8:15 pas. Ik wacht wel even de pauze eruit. Fijne dag. Dit is waar de leerlingen pauze houden. In ons nieuwe gebouw ga je overal leerpleinen vinden. Dit is er bijvoorbeeld één. Lekker bezig, Karel. En dit is ook zo'n leerplein. En dit wordt onze collegezaal. Bijna. We hebben jullie een heleboel dingen in dit filmpje laten zien. Maar ook een heleboel dingen nog niet. Vanaf volgende week ga ik dat zelf ontdekken.